De Inter-American Development Bank, de IDB, heeft op 11 september een bezoek gebracht aan minister Saskia Walden van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie. De delegatie van de IDB bestond uit Antonio Gonçalves en Mariko Russo. De bewindsvrouw heeft de IDB gevraagd na te gaan welke fondsen op kort termijn beschikbaar zijn voor kleine en middelgrote ondernemingen in Suriname. Dit vanwege de economische effecten die de COVID-19-pandemie heeft op het ondernemersklimaat in Suriname. Diego Herrera, Financial Markets Lead Specialist van de IDB, heeft een presentatie gehouden over mogelijke financieringsmogelijkheden ten tijde van de COVID-19-pandemie. De minister heeft toegezegd om op korte termijn deze zaken op regeringsniveau te bespreken en terug te koppelen met de Inter-American Development Bank.